alleen dit is mijn laatste dag als 10-jarige. Morgen ben ik namelijk 11 jaar. Als ik opsta ben ik al 11 jaar, want ik ben geboren om 6 uur. Ik ben 6:35. Dus dan word ik wakker als 11-jarige. Maar sorry, ik kou gewoon. Ik heb gewoon een snoepje op mond. Ik ben hier allemaal op de persconferentie. Van laatste dag als 10-jarige. Met Shreya! Dus gisteren of vandaag was mijn laatste boekpresentatie als 10-jarige. Deze week is de laatste was mijn laatste week op school als 10-jarige. En ja, en ik ben ook morgen zondag. En zondag is ook echt de dag van mijn geboorte. Dus we gaan wel met z'n vieren deze keer. En dan gaan we naar het centrum, gaan we naar Mandier. Wat een helemaal leuke dag. Dus, het is nog niet het einde van mijn persconferentie. En we gaan een beetje een fotoshoot houden vandaag. Een beetje lekker genieten van mijn laatste dag als 10-jarige. En dan morgen groot worden. Yeah. En dan ben ik echt ook 11 jaar. Dus de leeftijd van groep 7. Want daar zijn de meeste kinderen 11 jaar. Dus ik ben excited. Let's begin with that photoshoot. Level 1. Yes. Nou, is het niet voorbij. We moeten het nog hebben over wat ik nu op school aan het doen ben. Dus ja, ik zit nu in de periode van de adviezen. Want na deze CITO-toets gaan we nog een toets hebben. De eindcito, waar ik voorlopig advies krijg. Dat is extreem spannend. Maar als ik gewoon doorga zoals ik nu aan het oefenen ben en misschien een beetje beter, ja, dat gaat zeker lukken. Dus ik ben niet heel erg aan het stressen, maar ik ga wel stressen als we dichtbij zijn, kan wel. Maar voor nu ben ik gewoon oké, want het duurt toch nog heel lang. En nu gaan we het hebben over mijn rapport van nu. Ik ben er trots op. Je hoeft niet mij van de grafieken zien, ik heb nog niet thuis op mijn studies rapport. Maar ik heb wel de grafieken mogen bekijken en ik zag dat het een A was, dus een 10. Dus ik ben heel blij. Klopt. Dus, yes. Laten we beginnen met de fotoshoot. Ik vergeet constant. En ik heb nog niet verteld welk niveau ik wou. Het liefst wil ik gymnasium, maar het is niet leuk VWO. Dus minimaal VWO. Want ik hou van graag aan mijn doorstudeerd VWO. Dus ja, het liefst wil ik gymnasium. Maar VWO is ook goed. En... Hajulaki, ik ga naar mijn borst. Mijn beroep weet ik nog niet. Ik erover gaat nadenken, of wie al een gebroken is, of ouder. Maar misschien wel als je 18 bent of bij de middelbare school, als je bijna klaar bent met de middelbare school. Nee. Hajulaki, Aruki, ik ga ze. En ik hou van piano spelen. Hier is de piano natuurlijk. Happy birthday spelen, omdat ik ben nog. Ja. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear me, happy birthday to me, may God bless me, may God bless me, happy birthday to dear me. En nu ben ik de liedje, nieuwste liedje dat ik heb geleerd. Voel ik wel aan mijn exponenten, hele dingen, want dat kost tijd, maar ik doe wel. In ieder geval. Zijn er dat ik de eerste. Oké. Voel ik wel Tintas
En nu, Dat ik gewoon hier chill zijn en hij zo wee weg wil duwen. Oké, dat is wel heftig. Oké, nu moet ik... Wie vinden we daar dan? Wie vindt? Ja, jij moet je vinden. Ik heb een heel lieve boodschapper. Ik heb een boodschap. Dat jij heel lief gaat doen, dat je geen ruzies meer gaat maken dit jaar. Dat jij bij de tafelbal gaat vragen. Dat je heel aardig gaat blijven. En die duurloos gaat vergeten. Dat is mijn hele aardige boodschap. Raja, doe jij dit? Dan ga ik op de vinger. Raja, ayo. Raja, give me money. Nee. 11 jaar ben ik. Ja. En nu. Dit is zo omhoog. En een beetje zo verspreid. Uit elkaar. Klaar? En nu kom. En nu dat zijn geen ruzie krijgen. Nee! Ik zie die armen worden gewoon. En die bouwen schiet niet. Zelf begin je dan natuurlijk.